Gisteravond was het volle maan en door brede opklaringen konden ook prachtige foto's worden gemaakt. En die maan was niet alleen op het toneel. De planeet Mars bevond zich namelijk op de kortst mogelijke afstand tot de aarde, was daardoor extra groot en helder. En Mars verdween ook een tijdje achter de maan en die kwam daarna aan de rechterkant weer tevoorschijn. En we zien Mars hier net op deze foto helemaal aan de onderkant nog zichtbaar. Nou, na die brede opklaringen was er vanochtend ook veel bewolking zichtbaar, zoals hier in Limburg, waar de dag toch wel een beetje grijs en druilerig van start ging. Een aaneengesloten wolkendek dus, maar vanaf het noordwesten kwamen er wel steeds meer opklaringen voorbij. Maar tussen die opklaringen door ook nog een aantal stevige buien, zoals hier in Zeeland. Dreigende wolkenluchten en bij die buien kwam af en toe ook wat natte sneeuw en hagel kijken. Zo zag dat er de afgelopen uren uit. Eerst in het zuiden van het land dus wat meer een aaneengesloten wolkendek. En we zien hier die opklaringen, maar ook vanaf de Noordzee die buien over ons land heen krullen. Het was een heel klein lage drukgebiedje tot ontwikkeling gekomen. Die zien we hier op het satellietbeeld ook heel mooi terug. En daardoor gaat de windrichting ook wat veranderen. Die noordwestenwind gaat namelijk verruild worden voor een meer zuidwestelijke of westelijke stroming. Nou, vanavond dan neemt die buiigheid geleidelijk af. Hier en daar kan nog wel een enkele bui vallen. En dan met name in de kustgebieden van ons land. Die bewolking gaat ook steeds meer openbreken. Die opklaringen zijn echt aan de winnende hand. En dat betekent dat de temperatuur vanavond al behoorlijk onderuit kan gaan. Aan het begin van de avond op sommige plaatsen al waarde onder het vriespunt. Nou, dan zijn er nog opklaringen. De wind is dus geleidelijk aan het draaien naar het westen tot zuidwesten. En vannacht gaat het eigenlijk vrijwel windstil worden. Heel weinig wind, hoge luchtvochtigheid. En dan gaat er op grote schaal nevel of mist ontstaan. En dat remt die temperatuurdaling wel een beetje. Op de meeste plaatsen zo'n 1 à 2 graden onder het vriespunt. Maar door die mistlaag, dat werkt als een soort dekentje boven het landschap, gaat het niet heel veel verder meer afkoelen. Maar op de plaatsen waar het dan wel opklaart, daar kan de temperatuur nog wel in rap tempo omlaag gaan. Maakt het per plaats dus heel verschillend. Nou, op de meeste plaatsen in ieder geval wel grijze omstandigheden, nevel en mistbanken. Dat kan morgen best nog wel even duren voordat dat oplost. Nou, en hoe ziet die weersituatie er vrijdag dan uit? We hebben te maken met dit lage drukgebied. Die is vanuit Scandinavië naar het zuiden komen afzakken, is boven de Noordzee terechtgekomen. En we zien ook weinig isobaren hier bij ons in de buurt. Weinig wind dus, waardoor die nevel en mist zo makkelijk kan ontstaan. Wat morgen ook opvalt is dat er nog wel wat neerslag wordt verwacht. Ook opnieuw wat winterse buien. Maar die zijn echt beperkt tot de kustgebieden van ons land. En reiken nauwelijks dieper landinwaarts. Nou, morgen overdag zal het dus best nog wel even duren voordat die laaghangende bewolking oplost. Vooral in het binnenland kan het dus best wel een tijdje grijs blijven. En daardoor kan de temperatuur ook niet zo snel oplopen, want de zon zal dan schuil gaan achter die laaghangende bewolking. Temperatuur tussen 1 en 3 graden. En in de loop van de dag, vooral in de middag, kan de zon hier en daar nog wel even doorbreken. We zagen net al in de modelanimatie nog een paar winterse buien, vooral weggelegd voor het noordwestelijk kustgebied. En daar dus nog kans op wat hagel of natte sneeuw. Nou, dat lage drukgebied, ondanks die zuidwestelijke stroming, wordt er vanaf het noorden nog wel koude lucht aangevoerd. Dat gaat de komende dagen nog door. We zien hier de temperatuurpluim voor de komende 15 dagen. We hebben ook een koud weekend voor de boeg met overdag temperaturen net boven het vriespunt. Ook dan veel bewolking in het weerbeeld. En op de lange termijn blijft het vrij koud, neemt de onzekerheid wel wat toe. En is natuurlijk heel sterk afhankelijk van de windrichting. Maar de komende dagen dus koud winterweer met ook geregeld nevel en mist.